De buurt Kost Verloren is al maanden één grote onveilige bouwput, zeggen bewoners. Sinds mei van dit jaar liggen de straten open vanwege werkzaamheden aan ondergrondse kabels. Tijdens een informatieavond die voorzitter Jacob Bolhuis van de buurtclub organiseerde, beloofde de gemeente dat alles gefaseerd zou worden aangepakt. Hiervan lijkt echter geen sprake. Men begint overal maar open te breken, gaten te graven, weer te herstellen en dan weer open. Wij snappen er als buurtbewoners helemaal niets meer van. Op het kruispunt van de Rembrandt van Rijnstraat en Jan Steenstraat is het een komen en gaan van schoolgaande kinderen, auto's, vrachtwagens, shovels en graafmachines. Bolhuis spreekt van levensgevaarlijke situaties, mede vanwege de diepe gaten her en der rond het kruispunt. Deze zijn echter afgezet met grote hekken. Ja, maar die stonden er gisteren niet hoor. Ik heb vanmorgen een heel gesprek met de projectleider van de gemeente gehad en die zei, Jacob, je hebt gewoon gelijk. Wat er nu gebeurt, dat is niet conform de afspraak die wij hebben gemaakt. Dus de gemeente zal waarschijnlijk ook nog wel even een pittig gesprek hierover voeren. Dat gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden, zo meldt een woordvoerder van de gemeente in een reactie. Er wordt tegelijkertijd gewerkt met meerdere aannemers. De gemeente gaat ervan uit dat deze aannemers zich vanaf vandaag aan de gemaakte afspraken zullen houden.